aantal keren dat we naar de midlane hebben gekeken, zagen we goede trades. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Want hier is het Luiku die een probleem is. Maar Licky is er ook. Bij Luiku en Licky proberen de toplane te overleven. Hoeveel damage doet die snip? Snip een hele hoop. Maar de healing is net niet genoeg. Dus Choi pakt de eerste kill op Luiku. En Licky kan er helemaal niks voor.